De United Nations Population Fund, UNFPA, heeft vandaag equipment ter waarde van $150.000 geschonken aan Stichting Lobby Health Center. Het gaat bij deze om telemedicine apparatuur die de dienstverlening van het centrum moet helpen verbeteren. De equipment bestaat uit onder andere laptops, tablets, telefoons, camera's, mondmaskers en een goede wifi systeem. Dit zodat Stichting Lobby Health Center ondanks de coronapandemie toch haar diensten kan blijven leveren aan de gemeenschap, vertelt directeur Nancy Bandu. Laat mij vanuit Stichting Lobby aangeven dat wij vanuit onze verantwoordelijkheid naar die samenleving toe, wij op een gegeven moment zoiets hadden toen de COVID-pandemie zich aandiende, dat wij dus voordat de eerste case in Suriname zich voordeed, wij al zoiets hadden van, jongens, wat gaat er gebeuren als we straks moeten sluiten misschien? Wat gebeurt er met onze cliënten, toch? Want die dienstverlening moet op een gegeven moment op de een of andere manier voortgezet worden. Wij hebben toen gebrainstormd als team vanuit Lobby en we hebben gekeken naar wat kunnen de mogelijkheden zijn. En een van de opties die inderdaad naar voren kwam is van, oké, als je niet lijfelijk aanwezig kunt zijn in de kliniek, op het kantoor, hoe bereik je dan de cliënten? Dat betekent dat we op een gegeven moment zijn gaan kijken naar mogelijkheden van de huidige technologie die beschikbaar is. We hadden onze Facebook-page, maar we hadden ook zoiets van, hé, maar hoe zit het ermee? Want mensen stellen heel veel vragen. En het moet interactief zijn, want als je een antwoord geeft, krijg je natuurlijk weer een vraag terug van de cliënt en je moet daarop kunnen inspelen. Judith Brille van UNFPA Suriname is blij dat de internationale organisatie een bijdrage kan leveren aan de dienstverlening van de stichting. Ze wijst erop dat seksuele reproductieve gezondheidszorg altijd aandacht moet krijgen. Ja, inderdaad, een hele mooie partnership. Omdat natuurlijk de lidlanden van de UN die hebben getekend voor de rechten van de mens. En heel vaak wordt over het hoofd gezien dat tijdens een crisissituatie ook de rechten gelden en de rechten beleefd moeten kunnen worden. En in dit geval de rechten, de reproductieve, de seksueel reproductieve rechten. Tijdens een crisis, in dit geval de COVID-pandemie, zijn het vooral vrouwen en meisjes die de impact voelen. Judith Brille, vertegenwoordiger van de UNFPA Suriname, vandaag bij de overhandiging van equipment ter waarde van $150.000 aan Stichting Lobby Health Center. De diensten die de stichting op afstand biedt zijn informatie en advies over reproductieve gezondheidsvraagstukken, afhaal en levering van voorbehoedsmiddelen, educatie en training aan jongeren, ouders en volwassenen, counseling en begeleiding op het gebied van gezinsplanning, mentale gezondheid en huiselijk geweld door psychosociale begeleiders.